Duurtje, als ik jou vraag, welke les heb jij geleerd in de wandel met God? Wat zou je dan antwoorden? Ja, dat is een goede vraag, Alma. Ik denk dat ik eigenlijk vooral heb geleerd dat het heel belangrijk is te weten wie je bent in Christus. Dus hoe God eigenlijk door Jezus naar jou kijkt. Ik heb een tijd gehad in mijn leven dat ik dat echt niet wist. En dat ik niet zo goed voor mezelf kon houden en ook Gods liefde niet echt ervaarde. En eigenlijk door meer te leren over hoe God mij zag, dus door met gesprekken met mensen en in de Bijbel te lezen, leerde ik dat het eigenlijk heel belangrijk is te weten hoe God naar mij kijkt. En dat heeft mij wel veranderd. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. En daardoor kon ik ook Gods liefde ontvangen en van mezelf houden en ook van andere mensen. Dus dat is eigenlijk, in mijn wandel met God is dat wel een van de grootste, belangrijkste dingen. Hoe is dat bij u eigenlijk? Nou, mijn wandel met God kan ik eigenlijk heel kort over zijn. Voor mijn wedergeboorte wandelde God eigenlijk met mij. Want hij heeft mij altijd, is hij mij daarbij geweest. Eigenlijk van jongs af aan al, maar in de grote strijd echt heel dichtbij. Hmm. Niet dat ik bad of een of ander deed, maar hij was er gewoon. Hij heeft mij geleid tot vandaag de dag. En hij heeft me heel veel geleerd. Hij heeft mij geleerd, als ik dus mijn leven, mijn hart openstelde, wil hij mij maken zo hij mij bedoeld heeft. Dat heeft hij mij ook geleerd. En dat is mijn wandel met God. Wat mooi. En zeg maar, toen u het moeilijk had, hoe heeft oma toen de wandel met God ervaren? Het is verschrikkelijk moeilijk geweest in mijn leven, maar ik heb er niet zozeer bij stilgestaan. Want het leven ging wel door en je zat in zoveel moeilijkheden dat je kon niet eens bidden, bij wijze van spreken. Maar tot nu toe, als ik terugkijk, dan zeg ik, de Heer was er altijd bij. Hij heeft mij gedragen. En tot nu toe. En ik ontvang zo ontzettend veel zegeningen. Doordat ik ook andere mensen vergeven mocht, komt er zoveel ruimte en ik kan ieder mens aanraden dat te doen. Want dan komt de ruimte. Ja, dat vind ik wel bijzonder. En dat is werkelijk. Ja. Mensen die dat niet kan, die weet niet wat je mist. Je weet niet wat je mist, want God komt heel dichtbij. Ja. En Jezus ook. En je kan dan kan je dus eigenlijk iets uitstralen naar een ander toe. Dan ben je een lichtje. Mooi, ja. Kan ik nog heel wat van leren, als je dat zo zegt. Ik heb eigenlijk meer gehad dat ik het, ik heb ook een periode natuurlijk gehad in ons leven dat het heel moeilijk was. Ja. Ik heb iets moeilijks meegemaakt en ik heb eigenlijk ook wel geleerd dat je ook mag worstelen met God. Ja. Ja, ik heb voorbeelden uit de Bijbel die me echt aanspraken, zoals Jacob en Hanna. En ik durfde eerst nooit zo goed met God te worstelen, maar eigenlijk als er iets moeilijks in je leven gebeurt, dan is het... kan je twee dingen doen. Of je zegt, God, het bestaat niet meer, maar of je gaat met God in gesprek. Ja. En God bestaat, dat is gewoon voor mij geen twijfel over mogelijk. Dus ik ging met God worstelen. En in mijn wandel met God heeft dat ook weer hele mooie dingen opgeleverd. Dat mijn geloof in die zin misschien juist nog wel dieper is gegaan. Dus dat is... God gebruikt dat soms, hè? Ja, soms God gebruikt die moeilijkheden om jou echt sterker te maken. En dan zeg je, oh, ik ben zo sterk, want dat heeft God gedaan. Ja, ik kan uit mezelf niet sterk worden. Er zit niet veel van mijzelf in ieder geval bij, nee. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe Alex daarover denkt. Zullen we eens luisteren wat hij daarover te zeggen heeft? Ja, dat is goed. Oké.